Goedenavond en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en ik dacht, ik begin alvast, waarom ook niet? Want we gaan vanavond uit eten en naar cabaret. Of tenminste, we denken nog uit eten gaan, hangt een beetje vanaf of alles vol zit. Dus we hebben niks gereserveerd. Morgen laat ik jullie de verbouwing zien. En nu gaan we op pad. Ik heb mijn jas al aan. Dus ik neem jullie mee. We gaan trouwens naar Emilio Guzman. Beter bekend van Wie is de Mol misschien tegenwoordig. Wij kennen hem al langer. We vinden hem heel erg grappig. Dus daar gaan we heen. Ik weet niet waarom ik niet scherp ben. Maar zo voel ik me ook. Dus dat komt goed uit. We zitten in mijn kroeg. We overwegen een hele keer. Oké, ik zie nu dat mijn camera op een hele rare stand stond. Ik hoop niet dat dat in de filmpjes van net iets heel raars teweeg heeft gebracht. Maar hij stond op een hele gekke stand. Goed. Ik wilde vertellen dat de voorstelling heel leuk was. Maar wel minder leuk dan dat we hem normaal vinden. We vinden hem normaal echt heel grappig. En nu was hij ook wel grappig, maar het was gewoon anders. Maar we hebben wel gewoon een hele leuke avond gehad. Nu ga ik mijn make-up afhalen. Ik ben heel moe. En dan even een beetje bank hangen en daarna slapen. Morgen komt de kleine man weer thuis. Dus, en morgen laat ik jullie even zien wat het tussenresultaat is van de verbouwing. Want het is al heel wat gebeurd. Ja, in die tent. Oh. Ik wil jullie natuurlijk een beetje meenemen in het proces van de verbouwing voor de babykamer en de peuterkamer van Niels. En ik weet niet, ik ga het ergens in de vlogs plakken of ik maak een apart video van. Dat zie je vast vanzelf aan het intro. Maar vandaag is dag 1 dat de aannemer geweest is. Het is nog een enorme zooi, maar er is echt al zoveel gedaan. En ik dacht, ik neem jullie alvast even mee. Dit is de kamer van Niels. Nou, hier stond natuurlijk altijd zijn bedje. Dat herken je waarschijnlijk wel. Nou, dat staat nu even hier met de commode. Maar hier is dus een muur gekomen. En nou, dan is verbouwing deel 2 vindt zich hier. Ja, er ligt overal zooi nu natuurlijk. Hier zijn dus scherpstellen. Hier is dus een hele deur uitgehaald. Hier wordt nog een ombouw omheen gemaakt voor alle schoenen. En hier komen schuifdeuren. En dan hebben we hier ineens een nieuw deurportaal. En dan is dit de babykamer. Waar dus ook de muur zit. En hier moet mensen niet aankomen. Dus ja, het gaat echt zo snel. Dus dan kan ik wel even aan het bestuderen, mittens. Ja. Dus het gaat echt super hard eigenlijk. En morgen gaat de aannemer verder. Dus. Spannend. Goedemorgen, het is vrijdag. En normaal begint de vlog vandaag. Ik was natuurlijk gisteravond al begonnen. Wel een beetje rommelig, geloof ik. Ik ga even laten zien hoe ver we nu zijn met verbouw. En daarna gaan we naar de fysio. En dan gaat Sven leren hoe hij mij kan verlossen als ik pijn heb. Is dat even fijn? Dit is nu de kamer van Niels. Er is in feite niet heel veel veranderd, behalve dat er nu een muur staat. Verder is hij niet echt heel veel kleiner. Ik denk dat het misschien 10 centimeter scheelt. Hooguit. Nou ja, dit moet natuurlijk allemaal nog. Dit wordt nog gestuukt. Deze gaat eraf. We gaan of deze muur of die muur gaan we bergen opmaken. En natuurlijk wordt het gewoon überhaupt nog een beetje opgeleukt. Hier komt een andere kast voor, want de commode gaat natuurlijk naar de babykamer. Dit ook. Dus hier komt wat anders. En dan hebben we hier. Woop. Dit is helemaal nieuw. Nou, dit is dus nu een verlaagd plafond. We denken eraan om hier een hele kastenwand zo te maken. Zo, zoep. En dan helemaal zo. Dit wordt ook natuurlijk nog gestuukt. Dit wordt uiteraard nog gestuukt. En dat soort dingen. We hebben hier nu een kast voor de schoenen. Dit zat er altijd al. Alleen we hebben nu. Nou, dit is natuurlijk heel lelijk om dat in het zicht te hebben. Dus we hebben nu een kastje eromheen. Uiteraard nog schilderen. En dan hebben we hier schuifdeuren. Waarachter de wasmachine en de droger staan. En dan hebben we aan de andere kant van de schuifdeuren nog leeg. En dan komen planken. En dan hebben we hier de deur naar de babykamer.
nu natuurlijk allemaal zooi, maar dit is hem. Hier staat al de kast. En moet even kijken hoe ik het verder ga inrichten. Mijn idee was daar de commode en hier het ledikantje. En dan hier nog een stoel. Maar moet even kijken, we hebben vrij grote meubelen. We zien wel eventjes. Dus dit. Dus het gaat heel snel. Dit wordt waarschijnlijk gestuurd als wij op vakantie zijn. Dus dat is heel relaxed. Dan wordt dit ook allemaal gestuurd. Niels' kamer ook. Die verwarming gaat nog weg. Ja. Maar voor nu is het klaar. Ik kocht dit schattige pakje net bij Vibra. Dat is ook een soort stippen jurkje, shirtje en dan een lengtje. Dan kan je natuurlijk ook gewoon een grijs lengtje of zo. Maar ik vond het wel leuk dat het hetzelfde kleurtje is als dat hartje. Dus dit. Nu ga ik boodschappen bestellen. Ik sta even op de bank, want ik ga even de billen rust geven. Net heb ik ook wel rust gegeven, want ik heb even een filmpje bewerkt. Moet ik even vooruit werken voor de vakantie. En ik ga even lekker lunchen op de bank met Temptation. Want ik kon het natuurlijk gisteren niet zien. Wie kent het? Dat je het inpakken voor vakantie. Hoe handig is deze kamer daarvoor trouwens? Maar dat heeft ze zeiden. Dan heeft middels geen last van de koffers. En dat je dan zeg maar alles voor je kind al klaar. Nou, dat is niet alles natuurlijk, maar dat is wel een groot deel. In ieder geval, de kleding is grotendeels hier. En dat je dan voor jezelf nog moet beginnen. Dat is dus. En mijn schoonouders komen zo Niels terugbrengen. Oh, dit is de waterkoker die hoort. Ik denk dat ik nog even twee tellen ga zitten voordat hij komt. Want Sven is op de fiets gesprongen. Dus ik zei dat is een hele praktische timing, schat. Dat en je zoon net thuis komt. En ik dus vervolgens dan weer alles alleen moet doen. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij vond dit handig. Mannen. Maar goed, ik ga lekker even een theetje zetten. En dan ga ik gewoon even wat zittende dingen doen voordat de kleine man komt. Ik ben even bezig. Oh, wat is het? Ik ben even bezig met een filmpje bewerken. Tenminste, ben hem aan het uploaden. Maar ik heb een nieuwe laptop en die is een stuk groter en dat is zo fijn. Zeker als ik thuis werk, maar vooral daar vooral voor, zeg maar. Maar nu is het ook gewoon wel heel fijn met dit soort dingen. Ik neem deze niet mee op vakantie, denk ik, want dat wordt wel heel groot. Hij is echt heel groot. Het is mijn hand. En dan kom ik dus even gezellig bij me zitten, mittens. Ik kom niet gezellig bij me zitten in dit huis. Hallo. Ik heb een nieuwe e-reader besteld, want mijne begon heel erg te haperen. Maar mijne is ook echt al, nou, ik weet niet hoe oud, echt heel oud. Ik heb nu de Kobo Aura. Als het goed is editie 2, ik weet niet waar ik dat kan zien. Oh ja, editie 2. Ik ben heel benieuwd. Even openmaken. Wauw, ik ben benieuwd. Een stuk kleiner dan degene die ik heb. Is dat Uruguay? Ja. Is dat Paraguay? Zo, mijn broertje en zijn vriendin zijn hier aan het eten, heel gezellig. En die zijn nu even Niels in bad aan het doen. Niels houdt heel erg van badderen, mijn broertje ook. Dus dat is match made in heaven. En niet, mijn broertje zit overigens niet in bad nu. Dat is een rare... lucht hangt hier. Goed, oh, het is op het scherm. Maak zo even schoon. En dan gaat Niels lekker naar bed en dan gaan wij relaxen. Oh, maar ik zie dat mijn Kobo vol is. Yes. Yes. Zal ik ze even bestuderen. Lief hoor. Ja. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. We hadden nog een klein incidentje met Mittens vannacht, want die heeft per ongeluk overgegeven in ons bed. Nou, dat doet ze normaal nooit, dus dat vond ik wel opvallend. Maar dan moet ik zeggen dat ik gisteren ook al, als je snoepjes naar haar gooit, wat ik elke avond doe, vond ze niet heel interessant. Dus misschien dat ze niet helemaal lekker was. Kijk, katten spuugen natuurlijk wel eens voor haarballen en zo. Maar Mittens spuugt eigenlijk niet zo vaak. Bij haar is het vooral van spanning of zo. Maar goed, dus dat resulteerde in kots op ons dekbed. Dus we hebben uiteindelijk onder een alternatief moeten slapen. Dat was
het eerste wat ik tegenkwam. Ik vond het niet zo erg, want ik heb nu vrij warme snas. Dus Sven die zegt, mag ik alsjeblieft tegen je aanliggen, want het is vrij koud. En nu moeten we even bedenken wat we met het bed gaan doen. En volgens mij hebben we twee opties. Eigenlijk moest hij sowieso al een keer gewassen worden. Dus dan moeten we naar de stomerij. Of tenminste niet naar de stomerij, naar de wasseret. Want dat kunnen we gewoon zelf. Aan de andere kant is dit bedbed al zo oud als de weg naar Rome. Het is in ieder geval, heb ik het langer dan dat ik met Sven heb. En Sven en ik hebben 9 jaar. Maar ik denk echt dat ik het al 15 jaar of zo heb. Dus misschien is het ook gewoon een sign dat we een nieuwe moeten kopen. Dus dat overweeg ik ook. Daar moet ik even over nadenken. En verder begin ik echt weer heel veel pukkels te krijgen. Waar ik heel veel van baal. Zeker zo vlak voor de vakantie. Vandaag gaan we met Niels naar de kapper. Ik ga naar de kapper. En daarvoor moet ik nog even naar de Hema en de Hennis. Oh, dan kan ik misschien meteen zo'n dekbed meenemen. En inpakken. En het is wel heel fijn dat Niels weer thuis is. Hij heeft op zich redelijk goed geslapen, gelukkig. Nou, we hebben een kleine operatie gedaan. Hier, deze moet er eerst af, die achterkant. Want hij had een scheur in zijn nek. Dus we hebben hem even geopereerd. En nu krijgt hij pleisters. Doe maar. Deze kan je eraf halen. Dat papiertje. Goed zo. Andere kant ook. En dan kunnen we hem op zijn nek plakken. Dan leggen we hem in bed. Dan kan hij een beetje uitrusten. Oh, deze moet er ook nog. Zo, nu kan je hem plakken. Zo, nou ga jij hem in bed leggen, kan hij even bijkomen van de operatie. Dat kan weer in de dag. Heel goed. Ja. Dat ben ik, daar ben ik klaar. Heel goed. Zo. Op. Helemaal op. Daar ben je niet meer. Dit moet in bed. Dit kan wel een beetje zacht. Goed zo. Misschien een beetje dekentje over hem heen. Kan hij even lekker slapen. Zo. Zo kan het. Zo, nou dat is lief. Nou, slaap lekker. Niels wordt weer geknipt. Hij doet het weer fantastisch. Hou wel lekker warm weer. Oh, hij gaat weer even draaien. Maar even een beetje naar achteren, dan is het even niet stoppen. Ik vind het lekker als het nou is. Ik nog staan. Even spelen, want hij heeft zo goed gedaan weer bij de kapper. Oh! Van de giraf. Nog een keer. Oh, even pauze. Ik sta even in de Hennis, even wat dingen passen. Dit wordt er niet, het is een shirtje maar het is veel te kort. Het is ook niet zwangerschap, dus dat is niet gek. En dan ga ik straks even naar de kapper. Hoog nodig. Dus even een momentje in die tuin. Heel erg. Nou, ik heb echt heel weinig geshopt. Echt alleen maar pants en onderbroek en zo. Nu gaan we even naar huis. Ik ben weer thuis. Mijn haren zijn geknipt. Ik heb inmiddels al zijn we alweer heel wat uren verder. Maar ze heeft echt heel leuk geknipt. Dus ik ben er heel blij mee. Ik was trouwens bij de graduates. Mocht iemand zich afvragen. En ik heb daar helemaal niet meer gefilmd. Want ik ben de scherpte kwijt. Ik was... Nou, ik heb even in de HEMA of in de H&M gefilmd. Ik ben nog even naar de HEMA geweest, waar ik onder andere een nieuw dekbed voor ons heb gekocht. Want, nou, dat was hoog nodig. En de kerst op de taart was dat middens, dus in ons bed had gekotst vannacht. Maar nu zit ik weer lekker thuis. Ik ga zo mijn make-up eraf halen. Niels zit in bed. Ik ben heel benieuwd, want de klok gaat vandaag een uur vooruit. Dus een uurtje minder slaap. En ik weet dat collega's van mij doen altijd hun kinderen voorbereiden. Dus telkens een kwartiertje later naar bed, eerder naar bed, afhankelijk van wat de tijd doet, zeg maar. Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat hebben we tot nu toe ook nog nooit gedaan. Maar misschien is dat vooral bij kindjes die wat ouder zijn, ik weet het niet. Maar ik ben heel benieuwd. Hebben ze zijn schaapje een uur later gezet, zodat hij wel gewoon een normale aantal uur slaap krijgt. Over schaapje gesproken, trouwens Sam het Schaap, een slaaptrainer.
weet niet waar die is, maar die is een beetje kapot bij ons. Dat wil zeggen, hij valt steeds uit. Hij zit gewoon in het stopcontact, dus daar ligt het niet aan. We hadden hem gekocht bij bol.com, maar dan via een andere leverancier. Plus Toys, dacht ik. En nou, dat is nog geen jaar geleden. Volgens mij in mei, dus het is wel al even geleden. En ik had dus gestuurd, Niels is er aan op. Ik had gestuurd van, hij hapert heel erg. En moest ik wat foto's en een productnummer en zo sturen. En dat soort ongein. En nu heb ik een nieuwe toegestuurd gekregen. Dus echt een hele goede service. Ik weet niet of het aan het, dat ze zeggen van, dat was gewoon slechte best of zo. Ik heb geen idee. Maar nu hebben we dus een nieuwe gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Want nou, hij is natuurlijk net heel erg gewend aan Sam het schaap. Dus ik wilde wel graag meer Sam het schaap. Ik zit even te kijken. Het is nu 7:45. Homeland. Begint een nieuwe serie Homeland. Oh my god, ik moet nu zwemwaarschuwen. Oh my god. Oké, change of scenery. Ik heb meteen even mijn kut afgehaald. Want Sven die fiets is in de badkamer. Dus dan kan ik er daarna niet meer bij. Trouwens niet op de was achter ons. Ik moet dus nog een nieuw systeem bedenken voor het ophangen van de was. Want daar is nu de babykamer natuurlijk. Of tenminste, die gaan we daar maken. Maar goed, ik zat dus eventjes in de tv's te kijken van... is er echt iets wat ik wil zien? Of kan ik iets op de achtergrond aanzetten en dat ik ondertussen ga inpakken? Maar toen zag ik dus Homeland en dat volgen wij. Maar we hebben besloten dat we dan morgen gaan kijken. Want het lijkt wel een nieuwe serie, want er staat 2018. Dus dat gaan we dan morgen even terugkijken. Het was mijn camera uitgevallen. Het is echt een top vlog. Dat mag duidelijk zijn. Oh. Jongens. Ik ga boeken op mijn nieuwe Kobo zetten. Ik ben er echt heel blij mee. Wat jammer, een restje van gisteren. Moet ik dat nog helemaal alleen opeten? Als je denkt dat horen op de achtergrond, dan is het denk ik Sven's een tax. Zeg maar de fiets op zo'n ding. Ik heb wat boeken op mijn e-reader gezet. Moet ik gaan wennen. Kijk, qua scherm is het niet een heel groot verschil. Het verschil is wel dat dit scherm licht geeft. Maar ik kijk nog even of ik dat kan aanpassen. En ik ben dus Heks aan het lezen. Hallo. Van Camilla Läckberg. Oh, zijn allemaal instructies. Moment. Goedemorgen, het is zondag. En, de meet is gewoon even voorbij. En de zomertijd is ingegaan. En wat we hebben gedaan is Niels' wekker gewoon een uurtje later gezet. En dat werkt precies. Dat is heel fijn. Sappekes, paddenstoelen. Paddenstoelen, zo. Moet je hier. Ja. Yeah. Sokranje, hier. Heel goed. Maar dat moet je niet hier doen. Zie je dat goed? Moet je niet hier doen. Nee, niet daar, nee. Dat moet je hier doen. Ja. Dan moet je daar weer doen. Dan zet je het daarbij. Dan zet je een tape. Dan moet je niet daar veel doen. Je bent heel klein. Jij bent heel klein, maar ook heel groot. Mijn baan is heel klein. Oh, dankjewel. Ik ben ook heel klein. Nee, een eekhoorn. Hij kan niet hebben. Nee, eekhoorn in de boom. Zo moet hij. Ja? Ja. Zo kan ik het eekhoorn doen. Kijk eens goed. Ja. Kijk eens goed naar de eekhoorn. Waar moet die? Hier. Moet daar niet. Is dit niet Boomba? Nee.
Oh, daar zit je in de maling te nemen. Ik zie het wel, boevenkont. Mijn stelbommen. Ja, hij heeft een deugd niet. Je bent gewoon in de maling te nemen. Ik heb me inmiddels gedoucht. Ik heb toch even mijn haren gewassen, want ze had het echt super mooi gedaan gisteren. Maar met heel veel droog, of met heel veel volumepoeder. Alleen ik moet Alleen ik moet natuurlijk nog tot woensdag. En op een gegeven moment wordt het volumepoeder rans. Dus meestal doe ik eerst droog shampoo en dan na een paar dagen volumepoeder. Oh, zal ik dan even helpen? Ja. Oké. Nou, gaan we eens even kijken. Ik zie Boomba. Oh ja. Waar moet die dan? Hier. Oh. Dat zie ik nog meer. Oh, ik zie... Ja. Wij hebben een aantal missies, dus we gaan even op pad. En we gaan ook even naar speeltuin toe voor Niels. Het is heel lekker weer. We zijn weer even bij Coolblue, dus Niels is even aan het tekenen. We staan even in de bouwmarkt, even wat spulletjes halen, zodat mijn oom al het een en ander kan doen als wij op vakantie zijn. Dus het is super fijn. En dan gaan we even naar de speeltuin. Nou, we moeten Niels even naar bed, of we gaan even ergens eten. Kan ook. Ja, ik heb heel te ver. We hebben een lunch, ik heb een uissoepje. Sven heeft een heel groot bord. Inmiddels heeft een broodje aangezet. Wij zijn weer thuis. En ik ben zo moe. Ik heb net even gesport. Tenminste de oefeningen van de fysio. En dan zeg maar heb ik ook wat sportoefeningen van haar. Omdat ik heel veel dingen niet mag. Dus dat heb ik net even gedaan. Dat moet ik echt wel even wat vaker gaan doen. Maar ik ben gewoon zo moe als ik thuis kom. En in het weekend mag ik het niet doen. Omdat ik dan al te veel activiteit heb. Maar ik dacht nu, ik ga het toch maar even doen. Want ja, door de week ben ik ook gewoon echt niet naartoe gekomen. Dus ik wil het echt even wat meer gaan doen. Dat je echt even moet rusten. En dat je zoon alleen maar bij je wil zijn. En dat de poes op... De kleren ligt die je mee op vakantie wil nemen. En die zijn zwart. En dat is de poes niet. Ik zal het even laten zien. Hier heb ik een kleine man. Daar zit een mevrouw op mijn kleren. Mag ik ook niet hebben? Nee, de twee messen. Het eten is daar. Die twee messen die heeft een mes. De mannen zijn even naar buiten. En ik ga even de hoor repareren. Of tenminste, bij Niels' kamer doen. Zodat... ik weer een raam zijn kamer open kan zetten. Dan heb ik natuurlijk die kamer gesplitst. Waardoor de ramen met horen nu op andere plekken zitten. Ja, dat ga ik even doen. Want het is super lekker weer. En Niels was ja, behalve achter op de fiets nog niet heel veel buiten geweest. En hij zat, plakte echt als klittenband aan me. En ik ben echt nog steeds mega moe. Dus ik zei Sven, misschien is het goed als je hem even lekker buiten laat uitrazen. En dan is hij daarna ook gewoon lekker moe en relaxed. En ja, dus dat... Ondertussen heb ik was opgevouwen, dat soort dingen. Maar ik moet nog even een nieuwe schaapje installeren. Allemaal gebeuren. Maar ik was ook nog even de was aan het opvouwen. Dus dat ga ik eerst even afmaken. Dat wil zeggen, daar ben ik al bijna mee klaar. Maar het laatste restje. Dan is dat ook weer gedaan. En zo hoef je je nooit te vervelen. In zo'n weekend. Jongen. Zijn die weekenden dat je gewoon alleen maar... lui op de bank lag te zijn. In mijn tijd was er nog geen Netflix, maar zeg maar in mijn kinderloze tijd was er nog Netflix nog niet echt een ding. Maar toch. Het is gewoon zwanger zijn en al een kind hebben is gewoon best wel pittig. Zeker op de dagen dat hij alleen maar aan je hangt en de hele tijd vraagt: mama peden. Dus nou, ben ik heel blij dat Sven is natuurlijk ook met het fietsen en zo. Dus ik ben heel blij dat ze even lekker met de steeds naar buiten zijn. Kan ik even. Er zijn twee verschillende. Hoppatee. Kan ik even dit soort dingen doen. Ik wilde eigenlijk gaan liggen, maar ik denk, weet je, het is nu 6:30. Dus als hij op bed ligt, dan ga ik wel gewoon even ontspannen. Ik moet nog even kwaad maken over de laatste dingen. Nou, het raam is gemaakt, of tenminste de hoor. Heb ik even lekker openstaan. Dus dat hoor ik. En dan ga ik nu zo'n schaap vervangen door een nieuwe. Dit is trouwens wel echt een aanrader.
Alleen die van ons hapert gewoon. Dus je kan er niet meer echt vertrouwen dat het goed gaat. En je moet hem heel vaak opnieuw instellen. Dat is volgens mij ook ooit beste product van het jaar of zoiets geweest. Dit is dus Sam het Schaap slaaptrainer. Ik moet even kijken of ik eerst gebruik stroomzuiger. Ja, oké. Dan is het gewoon zoals de ander ook al werkte. Je kunt hem op batterij gebruiken. Wij gebruiken hem gewoon op stroom. Want dat hebben we hier toch. En je kunt hem dus gebruiken voor gewoon elk slaapje. En wij zetten hem, de wekker zetten we altijd gewoon 's ochtends. En dan tussen de middag doen we hem op de, heb je gewoon zo'n tussen de middag slaapstand. Ik heb daar de ogen open. Hij is nieuw. Oké, hij heeft een ander scherm. We zoeken het even op 8:54. Het is even anders dan wat ik gewend ben. Nou, ik kan dus nu, heb ik dus gewoon, ik wist niet dat dit kon. Wel verwacht voor Niels dat het scherm een andere kleur heeft. Maar ik heb dus nu gewoon ingesteld dat hij gewoon om 7:30 gaat slapen en om 7:50 weer wakker wordt. Als het goed is, oh, dit is ook veranderd. Als het goed is kan ik nu ook, als het goed is kan ik nu ook wat andere dingen instellen. Geen alarm. En dan kan je dus bij het licht, kan je dus kiezen, oh jeetje wat wilde kleur ineens. Kan je kiezen hoe lang die brandt. Oh. Ik wil geen tijd, wacht even. Ik wil namelijk dat hij continu brandt. Kijk, continu. Yes! Okay, hij zit iets anders in elkaar dan de vorige. Niet dicht onder de bank met een knuffeltje. Ik weet niet of je het kunt zien. Kleedje. Wij hebben de eerste aflevering van Homeland teruggekeken. Zoals je ziet heb ik hele goede woning. Ik ben heel moe. Ik ga lekker slapen. Nou, Mits ligt heerlijk onder de bank. Ik ga lekker in bed liggen, want zoals je ziet heb ik hele rode wangen. Dat betekent dat ik heel erg moe ben. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En volgend weekend vertrekken wij naar Italië. En dan neem ik jullie natuurlijk mee.